Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft de eerste conceptwet grondenrechten in ontvangst genomen. Dit gebeurde afgelopen donderdag bij de herdenking van Samakadaka, Dag der Saramakaners in de Palmentuin. Nadat de prachtig geklede deelnemers van de Prodowaka binnen waren, heeft het managementteam grondenrechten de conceptwet aan de minister overhandigd. Wensley Misijan, voorzitter van het managementteam, vond het belangrijk dat de minister op deze bijzondere dag voor de Sanabakaners het concept in ontvangst heeft genomen. De conceptwet is opgesplitst in drie delen en regelt de grondrechten van de inheemse en tribale volken, het traditioneel gezag en bestuur en FPIC. Misijan gaf aan dat FPIC te maken heeft met procedures die gevolgd moeten worden als men samenwerkingen wil aangaan met deze groepen. Het is de bedoeling dat de minister ook zijn inzichten geeft aan de conceptwet. Vanaf maandag tot woensdag, we voor het managementteam naar de drie technische commissie, de Marshall Tree en alle de traditionele gezagsdrager voor bespreken wet. Vind zodat een van Mojazo ook kan overhandigd aan wet doen. Namens het managementteam en de drie verschillende commissie minister we overhandigen die drie exemplaren voor een conceptwet zoals we dat hebben voorbereid. Wensley Misijan, de voorzitter van het managementteam Grondenrechten. Hij zegt dat de minister op 30 september het finale concept Grondenrechten zal ontvangen.